Backstreet Fighting Challenge champion of the USA, and the Fearless Fighting Champion, Paul Varelans. All the way from Alaska, here to Amsterdam. En dat is een tegenstander in deze tempel, in deze hoofdstad van de wedsportwereld van Europa in Amsterdam, in Sport Hall Zuid. 32 jaar hoog, gedreven 110 kilogram, hoofdzakelijk spieren, met de rest taal van de lengte van 1,88 meter. Zijn trainers, Chris Dolman en Michel van Halderen. Ik wil het kort houden, je hoeft over deze man weinig te zeggen. Het is een man van weinig woorden. Hij laat zijn acties in de ring laat hij voor zich spreken. De Free Fighter Pearson. Vind je op zijn naam, staat ook in Japan. En ook in Japan heeft hij een hele grote naam. De ster. De grote ster van het jaarlijkse Free Fight Gala. En jullie applaus is voor de one. En de one and only, Dick stars from this annual Free Fight event, Dick Vrij! Ook deze partij is weer afgesloten op twee rondes van 5 minuten. En je weet het, jongens, hoe beter jullie aanmoedigen, des te beter de actie is hier weer in de ring. Scheidsrechter ook in deze hoofdpartij is Nick Bloemberg. Toernooi om te organiseren, Kiri Poxin, kijk wat er is er alweer. 15 maart in vandaag. En laten we horen wie je bent.
einde van de eerste ronde. Die zet in het einde van de is. Ik wil nog één ding zeggen, ik denk wel jongens. Wanneer je volledig vanaf de eerste gong zorgt de keihard tegenaan gaat. Het kost vreselijk veel energie. Dan wordt op een gegeven moment die handschoenen zwaar. En dan ga je heel, heel diep. En beide kerels zijn erg diep gegaan. Even kort in de bus. En dan gaat hij weer vol tegenaan in die twee ronden. Van Kees bezig nog even doorgeven. Hij wil alleen nog op van de tweede wegen gaan vechten. Hij heeft vandaag een gebroken. Dit gaat worden de tweede ronde tussen deze twee giganten uit Alaska, Paul Varelans en uit Amsterdam Dick Vrij. Laat in voor de vierde. Stanley Bovet naar de ring toe, Stanley Bovet naar de ring toe van ICO Picasso. Stanley Bovet naar de ring voor de prijsuitreiking. En dat kan altijd gebeuren, zo'n rechtse net vanuit een hoek die je niet verwacht. Het is jammer, hij heeft een schitterende partij gevochten. Als het Thai-box of boxen was geweest, had hij dik op punten voor je gestaan. Hij was de man die de meeste stoten uitdeelde, of de mooiste stoten uitdeelde. En als je op zo'n manier verliest, nou ja, wat meer geeft. Please, to the center of the ring. To the center of the ring, please. En een eerlijke partij. Paul. Please, ja. Yeah. The winner, by the way of the Paul snel uitverkocht. We hebben hier schitterende partijen gezien, internationale partijen gezien, Nederlandse toppers op.